Hey guys, Dooley's. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Even een korte video tussendoor. Ja, ik dacht King Power, oh jammer, maar ja. Even dat, ik heb geen paar weken niet geüpload, waarom? Gewoon geen tijd gehad om te vloggen eigenlijk. En ja, wat ik binnenkort ga doen, ja, morgen, ja, zondag 2 februari, dus vandaag hebben we zaterdag 1 februari, dus morgen zondag 2 februari, heb ik wedstrijd in, wedstrijd in Vissenhaken tegen Westerlo. Tegen Westerlo dus, en ja, hopelijk winnen we. En dan, ja, de 16 februari is het ontbijt van een ploeg op OHL. Dus, wat gaan we dan doen? We gaan ontbijten. En ja. Maar, ik wil jullie guys iets zeggen. Ik ben gisteren, vrijdag 31 januari 2020, sorry, ben ik naar Hans en Gretel gaan zien in de cinema in Antwerpen. Je moet hem toch wel gezien hebben. Voor echt te snappen. Het is eigenlijk zo de horrorversie van Hans en Grietje. Ja. En ja, er komen een stukje in voor dat ik denk van dat gaat weer horror zijn, maar dat is eigenlijk niet erg horror. Ik snap ook niet waarom ze dat horror hebben genoemd. Want het was niet echt een horror, het was meer een, ja, moet ik dat zeggen. Ik had zelfs geen schrik in de film. Maar ik heb ook niet gemaakt schrik van films, maar deze film was echt niet schrikachtig. Waarom? Omdat gewoon, ja, het was niet schrikachtig. Maar ik wil jullie guys een heel prettig dag nog toewensen. Ik ga zo dadelijk wat muziek opzetten van, ja, Uncopyrighted. Van Alex Bochel of ja. Ik heb zo'n DM gekregen op Instagram. Ik ga dat opzoeken op SoundCloud en krijg jullie die muziek in te storen en dan ga ik de video editen en ja. Dit is dus een nummer van Alex Bochel. Je ziet het wel op SoundCloud en ja. Goeie muziek! Hey! I think I can rap on it. Alex Bochel, zijn muziek. Ja, ik mocht dat van hem gebruiken. En ja! Dus, ja. Ik ga die misschien gebruiken, die muziek, in een video. Een rap video of ja! See you guys very soon. See you guys. See you mensen heel snel terug. In een nieuwe video. Tot dan ben ik jij boy. Altijd Dylan. Hopelijk komt er een nieuwe video online zo snel mogelijk.